Laurens van Rooyen, bekende pianist, componist, schrijver en nu optreden hier in dit mooie kerkje. Ja, het is een primeur, de Stulpkerk hier in Lage Vuursche. Ik verheug me er heel erg op en het is een bijzonder mooie kerk. Interieur is veelbelovend, een zekere bescheiden romantiek. Mooi is ook dat je overal je auto kwijt kan, dus dat is natuurlijk ook voor de bezoekers makkelijk. Hoef je niet na te denken, waar moet ik mijn auto laten? Dat kan allemaal gebeuren hier. Er wordt een mooie vleugel neergezet voor het kerstconcert. Mijn paat niet, maar een goede vriendin Kim Kiona doet de zang. Segment voor, neemt u voor haar rekening. Nou, ik doe dus de pianistieke dingen. Ik vertel er wat bij. En we hebben ook wat korte items van kinderen die hebben gereageerd op de vragen wat is liefde? En daar heel mooi op hebben gereageerd. Dus het wordt een boeiend en heel afwisselend programma. U schrijft vaak, muziek is een mysterie. En die combinatie met kerst, wat doet dat voor u? Is dat ook een mysterie? Kerst, zeker. Het zijn eigenlijk twee hele grote feestdagen van de katholieke geloof, waar ik ook mee ben opgevoed. Dat is Pasen en Kerstmis. Kerstmis is het feest van de geboorte, van de mystiek, van de wonderbaarlijke dingen die gebeuren in de hemel of met sterren of op de achtergrond. Vallen kometen, de drie wijzen die uit het oosten kwamen, je ziet daar dan drie sterren. Dus het is een mystiek, maar ook wel heel persoonlijk gebeurtenissen waarin de muziek zo'n belangrijke plek inneemt. En na afloop kunnen ze nog even met u spreken. Ja, het is wat mensen heel graag doen en ook enorm waarderen. Na afloop, dat ze even met mij praten over hun gevoelens, over de herkenning. We gaan ook cd's verkopen en een boek. Dus ze willen dan graag dat ik daar iets over vertel en signeer en een kort berichtje voor vriend, vriendin of familie in het boek. Ja. Dus dat is en het boek is? Het boek heet Beethoven was ook een ZZP'er. Zeer actueel. Het boek geeft nogal behoorlijk aan waar je op moet letten en wat de valkuilen zijn, maar ook wat de glorie is.